mi produto a qualidade bom a deki plus a verpakking a mooi. Het gebruik van podocyri staat wereldwijd in de lift. Ook in Suriname wordt er via een public-private partnership een project opgezet in Marowijne om de productie van podocyri te professionaliseren. Landbouwers worden getraind om podocyri zelf te telen, zodat de beschikbaarheid wordt verhoogd. Onderdirecteur Maarten Apai van regionale ontwikkeling vertelt wat het project inhoudt. Nou, we zijn begonnen met 13 telers. We hebben een meneer Souverain. Hij is bereid om die podocyri op te kopen van de telers. En hij heeft alvast 13 outgrowers meegenomen in zijn project. Hij is bezig een fabriek op te zetten. En eerder dit jaar hadden we een launching van zijn fabriek, maar het is nog niet operatief. Hij is van plan om komende week proeven te draaien om in januari te beginnen met de productie van podocyri. Pulp, zeg maar. Okay. Hoe staat het met de velden van de mensen? De velden, we komen in, het ministerie van regionale ontwikkeling komt in met een machine. We hebben een poklijn in het veld die zorgt voor de ontbossing, zodat de mensen heel makkelijk hun podocyriplantjes kunnen neerzetten in de grond. Okay. Om hoeveel hectare bos praten we? Dus qua capaciteit, hoeveel zal dat zijn? Dat heb ik, de cijfers heb ik niet precies. Het hangt van de teler zelf af hoeveel zij willen telen. Maar ze moeten tenminste 2 hectare hebben in cultuur brengen. Oké, okay. Waar halen ze de plantjes vandaan? We hebben andere partners ook. We hebben LVV, we hebben PAS. PAS is eigenlijk de organisatie die al eerder bezig was met een podocyri-project. Dus we hebben PAS gevraagd om ons te helpen om al die telers die al bezig waren met het podocyri, met het telen van podocyri, om ze in kaart te brengen. Dus we hebben PAS als werkpartner, we hebben meneer Souverain als afnemer en ook LVV die zorgt voor de plantenmateriaal. Het ministerie wil sowieso een hart onder de riem steken van de ondernemers om ze te helpen om beter van hun producten te worden. Ze kunnen ervan leven, maar ze kunnen ook verkopen of zelfs exporteren. Dat is de inbreng van ons departement. Podocyri is nu in trek. Het was vroeger zo dat alleen de landbewoners podocyri consumeerden. Maar nu zie je dat iedereen grijpt naar podocyri. Toch? Podocyri heeft een hoge voedingswaarde. Het is rijk aan oxidanten, antioxidanten. Het is rijk aan vitamines. En antioxidanten is de verzamelnaam van een heleboel vitamines bij elkaar. Vitamine C, vitamine E. En het zijn eigenlijk de beschermers van ons weefsel en ons DNA. Toch? Als ik mag zeggen dat antioxidanten eigenlijk opruimers zijn van vrije radicalen. Vrije radicalen zijn schadelijke stoffen die onze weefsel, onze DNA kunnen aantasten. Ik denk hierbij aan kanker. Het is een hele goede kankerremmer, zeg maar, die antioxidanten in podocyri. Als je podocyri gewoon bloot zou stellen aan lucht, aan zuurstof, dan zou je zien dat hij gaat verkleuren. Hij krijgt een bruine kleur, hij oxideert. Dus podocyri is een hele voedzame voedingsmiddel. Het heeft een hele hoge voedingswaarde. En ik denk dat de bewustwording onder de gemeenschap is gaan groeien. Ze weten nu veel meer over dat product en dat het heel voedzaam is. Een van de landbouwers die meedoet met het project is zelf al jaren bezig met de verwerking van podocyri. Zij laat ons zien hoe zij op kleine schaal haar eindproduct verwerkt. Ik ben Ingrid Pinas en ik werk bij een sociale zaak. En
Nou, mijn werk doe ik aan podocieren en ik heb ook een ding, een kostgrondje waar ik een gember plant en nappie en van alles. Ja. En ik plant ook podocieren. En ro, en je hebt een machine, en je hebt een machine, een operator, een training, en een begeleiding. Ja. Oké, op biggie de areaal de sao pran a sao de bisa ke prani a produsiri. So de bura ipi dus war dor mia sabia ala de mami abi wan 5 hectare. Mevrouw Ingrid, ik kan vertellen hoe zij gebeurt ja nono. Nono ay was a produsiri. Dus ja produsiri ko te de boy chara produsiri ko da we chai ko ya da wo washe. Da chou washe wali si tuli si pu ala den tiki tiki den chobofie da wo poche ngwanda fu poti wan watage pa konsa fu fu ferwera kya nga machine. Okay. O meleche wasin we washe tuli si am dat famu kibo da we washe tuli si da we poche ngonanda. So me de bezig he washa machine for him. Oh. Ah, for see me for wear. Yeah. Da me washa machine nga sopo. Moi for see. Okay. Okay. Na ala de fabrica machine? Yeah. A safe talk, na safe for machine. E potenso da ayaso asapeko. Mas da ti kaba, if you are poe, a volgende dag, yo iti wata awa siya machine wel, matamati yo go verwerk baka, da ya bifo poe a mas a safe, then washe wan. If you den disi, fika, da apodosi if you can shua. Oh. Ay, for sure. Yeah. Okay. A volgende stap sami, da mo poti wan watagi a podosi, da meu wakti e fo ke safu da meu bigi farwera mas sai de me kim potu waran watra ko ina podosiri om dat a denga a podosi at a skhel fin at tanga to de swador am safu fu kan po whatsapp bon okay de stiapa a machine o bigi msani am sa a skhel mo safu yeah well no da po whatsapp Ik ga nu verpakken, maar ik zet die etiket voor die flesjes.
u bent bezig ijs te zetten in die koelbox, toch? Mm-hmm. Waarom moet die podocyri altijd in ijs? Het moet in ijs zijn om niet te verzuren. Het moet niet. Dus die koeling is nodig. Dus als je het niet in ijs zet, dan gaat het verzuren. Dus je bent verplicht het altijd in ijs te zetten. Voordat je bezig bent met verpakken, moet je altijd ijs in water zetten om het koel te laten worden. Oké. Twee. Drie. Zes. Acht. Tien. Zo. Met DJ niet toe. Door de week me gua woko. Vanaf maandag tot vrijdag. Dus dat me gua woko. Tem komo pa woko. Soms dat me gua go. Soms me dia so even werk podosi. Maar kan de weekend dat maanden te me opo. Dat me boli. Dat me gua go. Te vijf uur dat me kwa osu. Soms sigi si u over zes dat me kwa osu. Te a podosi rib safu. Da yo poten gwa inya machine. Da te poten gwa inya machine ye poti wata da ay farwer a machine e mie. Dus da cha sap komo po da ye luku fa sa pe fa don. E fa e ko den da im kenke a beki a sane. Da im kenke fu fanga den wang. Ona fi te yo farwer baka te yo poti nyuwa gwa inya machine. So ta ki na da ti yo gebruik kenke wata gen. Dat je psanje zo, je kabak, a precies zo je psanje la do. Dus a eerste lezen, te je poti den apodosi gwenya machine. Dus dat in een teke apodosi sap a denuan fie je gebruik a wata fosi. Da, tja puwa deki wan tja kabak, da je poti kenke benke poti wan ta wan, wado fi fanga a denuan. Dus anga denuan pe, te poti ta wan gwai ni a machine ange yo gwe iti te adati kaba iken kya benki baka imeke ta denuan baka aso ye ferwer kala te kaba ye safe wan a machine ai pu saneter a podosi resha sete da te safe moy da ikon khlat ai kon gata ho da e kaba safe moy e kaba ferwer ik heb basief mooi dat je verpak. Tijdens je verpak, je eis moet je niet wat af of wat af bij je ko. Papodosie via moeswa. Dus afinis aan papodosie eigenlijk na verpakking. If je verpakking, niet verpakking zo. Ik heb vaak de zo, je verpakking, dat winter je niet, lucht, winter, na winter je niet, dat je voor zuur, hij zwaar. Mati yo fer pakenti itengwa ini impusion kwa lokto fo a winter komoto dei halien dei teyen da nei sua ke faya wata to te chenko da te washa apodosi po chenya beki the stay don she washing I go me nga wata ai nya beki dus da te chaya faya wata ko ini se da im teke fo anga kan dei iti wan pikin so faya wata lonto fu apodosi awa tasa be fascina apodosi da sakanga wa wata goda e konde wa des da yo goda e poti piki so wata fi taki yana ma fa drage da yo poti ngwa nya apodosi da te poti ngwa nya apodosi da kon tapwe da te tapwe da yo jape wachte ja sa fu yesi e fienso e ai gome des da fi bigi forwera. Dus maar if wat faya to missi da podosi fi ai poa moi. En if asan to missi wa no faya sari sai ko bernani. If a wat no faya sari next night doing wan da te tapwe da heta fu kan de apiki so heta de ikisi ada che bole wan da yo te yo open to da yo si des kuma kwa lok to taki e apodosi boli kaba dus ai pu wan to weti skuma kwa lok to taki e asafu. Waarom zou de producent voor uw product moeten kiezen en niet voor een andere producent? Omdat mi product a kwaliteit boom a deki plus a verpakking a mooi dus zolang ik weet jouw winkel is ik
Kotika Podosiri, a direkio wanye and te proven. Oh, ye kompaye te mo fifi paki.